Yo mensen van Rate the Games. vandaag ga ik naar de Efteling. Samen met Rick, Tom en Jork. Maar ja, we moeten nog op Rick en Jork wachten. Tom komt wel later, want die moet nog werken. Dus we gaan nou wachten op hun. Nou, ik heb dus net Jork gebeld van, ja, waar de fuck blijf jij? Maar hij is nou bij Rick. En ja, Rick woont in Drine. En het bleek dus dat hun aan het logeren waren bij elkaar. Dus ze komen met de auto. Dus ik ga als eerst even snel Appie. En dan komen hun daar ook. Ja, we gaan wel met de auto, dus hun komen wel later daar. Dus ik ben al ondertussen alweer weg. Dus ja, dat wordt dan even fietsen. Dat kunnen we wel rustig doen, want het is toch al nog 3 kwartier of zo. Ik had er al een van thuis. Ik heb van thuis heb ik nog een blikje Fanta Lemon. En ik heb nu nog een ik heb nu 2 zakjes snoep nog en worstenbroodjes. Dus dat is goed. En we gaan nu naar de Efteling. Ik dan. Nou mensen, ik zit hier ergens in Kaatsheuvel bij de Vaart of zo. Ik ken het vast wel, kijk. Ja, ja? Ja, oké. Okay. Maar het is 9:50 en ja, het is nog niet heel ver meer, dus ja, ik heb veel tijd over, gaan we even Pokémon doen. Dat is ook de reden waarom er zo weinig geüpload wordt. Een beetje Pokémon verslaafd, dat maakt niet uit. Pokémon Go natuurlijk, iedereen heeft het. Er is ook al een opdracht van gemaakt, dat, ik weet niet dat hij al online staat, maar dat maakt niet uit. Dus ja, ga die dan kijken als hij online staat. Gewoon lekker op mijn kanaal, maar als hij nog niet online staat, ja, daar heb je nog wat te spoilen. Haha. Nou mensen, we gaan Jork even bellen om te vragen of dat hij er al is. Ja. Yo Jork, ben je er al? Waar? Ja, bij de Efteling. Ja, we zijn nou bij Rick. Daar komen we. Yo, is goed. Ja? Ja. Ga je ook nog langs de appie of wat? Nee, dat doe ik niet. Oh, oké. Okay. Houdoe, hè? Houdoe. Nou mensen, je hoort het misschien wel. Ze zijn nog bij Rick. Dus ja, ze gaan nou ongeveer wegrijden. Dus dat duurt nog een kwartiertje minst, of sowieso een kwartier. Dus ja, dan gaan we even Pokémon Go spelen. Geen idee of dat je het kan zien, dus Pokémon Go. Kijk, dit is het sprookjesbos, jongens. Bij elk sprookje is een Pokémon stop. What the fuck? Kijk, dit is de ingang. Dus ik ga even aan draaien. Ah, 4 Pokémon ballen, dat is gewoon goed, hè. Dus ja, we gaan kijken of dat ze ook Pokémon's hebben hier. What the fuck? Ineens zegt Tom dat die al thuis is van zijn werk, want hij eigenlijk moest hij tot 11 uur mocht hij werken, of ja, moest hij werken. Maar hij zegt nou, om 9:10, ik ben al thuis. Dus ik zeg van Rick en Jork zijn nu pas met de auto weg aan het rijden. En dan zeg ik, Tom kom op de fiets, dus ja, ik hoop dat hij ook op de fiets komt natuurlijk. Dus dan gaan we ook op hem even wachten. Nou mensen, we gaan Tom even bellen, ja. Kijken wat, hoe die komt op de fiets, hoop ik natuurlijk, want ik ben ook op de fiets als enige. Dus ja, we gaan hem even bellen. Hallo Tom. Yo, hey, kom je ook op de fiets? Ja, ik kom op de fiets, ja. Ben jij, of ga je met de auto en fietsen achterin? Dat kan ook. Ja, dat doe ik. Oh ja, is goed. Hey, ik zit rechts van de ingang, hè. Op van die stenen op de stoeprand. Dus moet je maar daarheen komen, ja? Of ben je er nog niet in, man? Nee, ik ben nog niet in het park, want Rick en Jork zijn er ook nog niet. Die rijden nou ook pas weg met de auto, want we gingen logeren of zo. Oh, oké. Okay. Is goed. Nee, dan ik ga nu even snel douchen. Ja? Ja, dat doe je zo lang en dan kom ik gelijk naar de Efteling. Ja, is goed. Dan ik wacht hier wel gewoon op jou dan, ja? Jo, is goed. Yo, houden we, tot zo. Online. Rick en Jork zijn er, of niet? Ja. Tom is nou bij de fietsenstalling, dus we gaan hem even opwachten. Hier zo bij dat wifi-bord. Nou jongens, daar komt hij aan nog, onze held. Tom, jongen. Of niet, Tom? Efteling een keer, of niet? Hey.
Wat heb je net uitgeprint dan? Ja, Ravelijnkaartje. Voor welke tijd? Half elf. Half elf, dus Ravelijn in Donker. We gaan in de Villa Volta. Oh, kaartje. Hey, beter. Ik weet niet of ik het al een keer had verteld, maar je mag niet met je handen omhoog gaan zitten in de Villa Volta. En Tom, wat gaan wij doen? Dat doen. Wij gaan dat wel doen. Daar gaan we of niet, Tom? We gaan wel met je handen omhoog. Ja. Want dat mag niet of zo. Stond nu nog steeds zo? Hey, met je handen omhoog, Tom. Dadelijk, hè? Daar gaan we of niet, Tom? We gaan wel met je handen omhoog. Ja. Want dat mag niet of zo. Stond nu nog steeds zo? Hey, met je handen omhoog, Tom. Dadelijk, hè? Handen omhoog! Tom, heb je allemaal bij? Frikadee. Hij heeft een sixpack ijsthee bij. Wat zei je dat? Oh, goede dropkiss, wat dan ook. En ja, nou allemaal chips ook, of wat? Ja, nee, dat niet. Oh, dat niet. Maar ja, die hebben wij wel. Deze jongen, die zijn zo lekker. Als nou droppen omheen zat, dat was minder lekker. Ja, dat is vies. Ja, dat is vies. Maar nou zit er iets van cola smaak of zo doorheen. En dat is gewoon goeie. Nou mensen, het is de derde zomeravond. Die er is. En ja, zoals je kan zien, elke zomeravond wordt het een stukje drukker. Vorige de eerste zomeravond waren wij ook geweest, de tweede niet. Maar de eerste, ja, die hadden jullie ook al gezien. En als je het niet gezien hebt, ja, check mijn kanaal, staat die ergens in. Maar ja, nou is het wel een stuk drukker. Tom, daar gaan we! Kijk, hij heeft gewoon zijn GoPro op zijn buik gedaan. Met die harnas en heeft hij gewoon zijn jas eroverheen gedaan. Kei slim, zien ze toch niet. Wat zijn die gij, Rick? Lekker! Lekker hoor! Stil. Wat zijn dat voor apen, jongen? Mooi man. Oh, daar gaan we naar beneden op de top. Fucking hard, jongen. Mooi man. Tom, Rick en Jorik die gaan nou een of ander broodje Unox halen daar. Summer special, maar ja, ik hoef die niet, want ik vind dat wel lekker, maar nou niet. Ik heb nu allemaal zooi. En Vliegende Hollander is pittig druk, 45 minuten. Joris en Draak weet ik niet, daar gaan we zo even kijken. Oh ja, mooie poster man. Tom, is het goeie? Ja. Ja, zegt hij. Kijk, Rick en Jorik, waar zijn die nou? Ik weet niet, die staan daar op het pleintje, die gaan niet mee. Tom, Rick en Jorik gaan niet mee, hè? Nee. Weet je waarom niet? Nou. Weet jij dat niet? Nee. Oh, waarschijnlijk vinden ze het te druk. Ja. Sukkels. Het is 45 minuten. Rick heeft een speciaal kaartje gekocht, dan verspil je dus gewoon je geld. Nou mensen, ik kan er niks van lezen. Het is echt verneukt. Ja, wel een beetje als ik goed mijn best doe. Mooi lampje. Oh, we kunnen al doorlopen, of niet Tom? Ja. Het is wel druk hier. Spannend!
Nou mensen, die was wel ziek hè. Lekker zo buitenboord. Even pro-foto's maken. Even pro-foto's maken. Dat is Samsung Galaxy A6. Zeker, hij heeft ook dezelfde als mij. Kijk, met de onderhoud van de Joris en de Raak hebben ze hier een nieuw pad gestort. Dat er niet meer 100 miljoen van die plassen liggen. Maar dat het gewoon weggaat ofzo. Het is nou echt zomeravond. Gewoon lekker Doritos. Lekker. Maar dat kan wel. Eten. Jack it up. Oh, dat gaat net niet gelijk komen, jongens. Dat nee, net niet, hè. Ah, mooi. Welke wil je, de baron? Allebei eigenlijk, maar ja, dat gaat niet, hè. Ja, dan gaan we de baron, hè. Ah, klik. Ja, mooie foto, Tom. Tom, ga nou in de... In de piranha, sowieso. Kom. Tom, met twee foto's stellen tegelijk, of wat? Ja, of wat? Ja, de mijne er ook bij. Een mooi beeld. Ik heb geen flauw idee wat ik wil filmen, maar we zien het vanzelf wel. Ah, mooi stil. Oh, wat een mooi ding. Ik heb een vuurwerkje afgestoken. Ding, ding, wee. We gaan echt nou in de piranha. De rij van de piranha is zo lang, dus we gaan er niet in. We gaan wel in een ander ding, maar wat weten we nog niet. Het gaat na 5 minuten. We gaan erin, jongens. Nou mensen, die lichten zijn al 3 weken kapot. Hoe erg is dat? Kunnen ze dat niet even snel maken of zo? Echt jongen. Panda droom. Dat is toch niet door, jongen? Nee jongen, ik blijf hier mooi staan. Smaken. Panda droom of niet? Kijk, ze hebben nieuwe brilletjes, want er is ook iets nieuws bij de panda droom of zo. Sowieso dat dit brilletje nieuw is, nou ze roken rooie of zo. Maar wat er nog meer is, dat weten we niet. Ja, we zitten bij deze kutshow die we al te vaak hebben gezien, dus... Het is gewoon mooi hoor. Oké, Tom vindt het mooi. Kijk. Spookslot jongens, heel lachen. Ik wou hier eigenlijk Pokémon's vangen, maar ja... De server zit vol, dus dat gaat helaas niet. We gaan zo in de baron, maar we gaan eerst even foto's maken. Je hangt nou daar, dus we gaan hier maken. Ja, een filmpje van maken. Kijk jongen, Tom, waar zijn we nou in? Je ziet al lang, de baron natuurlijk. En Rick moet niet zijn kaartje laten vallen, of wel? Deed hij de vorige keer wel, namelijk bij zomeravond. I want all of you mine workers from abroad in my beautiful land. Vandaag heeft u het voorrecht af te dalen in de mensen die toegang geeft tot rijkdom en welvaart.
make the sea turn turtle. But you know you can never make me love you more. Mooi. You can turn wine into water. Set gedaan dit, jongens. Lekker. Nu we er toch zijn. Ja. 0 minuten. Nou jongen, die was zo saai, jongen. Echt niet normaal. We gaan nou in de laafjes, dat is een stukje leuker. Nou jongens, dit is nieuw. Geen idee waarom je fucking 1,20 moet zijn voor deze fucking laafjes. Even serieus. Waarom 1,20? Dat is net zo groot als de Python. Dit is toch voor kleine kinderen of niet? Nou jongens, we zitten erin. Wat een trommelaar. Nee, maar serieus, dat carnavalfestival, dat was best wel leuk op steeds. Het lijkt een fucking stomp. Hakken, 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 hele fucking comment heen. Ja, 3 keer moet je stampen, is het normaal. Stampen, 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 3 keer moet je stampen. Nou was het hakken, 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 3 keer moet je hakken. Dat had ik als goed zo gefilmd. Nou jongens, we gaan rabelen. Hij heeft geen kaartje, hij is echt een lul. Hij wil met ons mee, dat is een broertje van Jorik is dat. Hij wil graag met ons mee, maar hij heeft geen kaartje, dus hij is de lul dadelijk. En hij moet op een of andere manier zichzelf zo naar binnen smokkelen. Hij is gewoon binnen, die gek. Hé hey Jorik, hoe had je dat gedaan? Hè? Hoe had je dat gedaan? Mijn vrouw doodschoten. Nee jongen, hij liep gewoon achter Jorik aan, zo naast hem, gewoon zo ver mogelijk van die meneer en dan zo naast Jorik. Echt mooi. Ja, terug word je gecontroleerd. Ja. Leven, geluk jongens, hij is net opengemaakt, de volgende. Dus, ik ga daarop en laat Jorik daar op de hoek zitten. Bij de vogels. Ja, Jorik, ik ga bij de vogels. Jij gaat bij de vogels, maat. Oh, kijk hier, we zijn gewoon eens de eentje. Daar is dat privé stukje of zo. Wij hebben gewoon een goed plaatje of niet, Tom? Als eerste. Geluk hebben wij. Nou mensen, Doek is net naar beneden geplurd. Jongen, die gast die hier altijd voorbij komt rennen, jongen, die is gewoon 3 keer per dag zijn kinderen kwijt. Dat is toch erg? Wat is dat bij zo'n verhaal? Dat ze zelfs pieken zijn kinderen kwijt. Antwoord! Ah, mooi man. Hashtag Raaflijn in donker. Ja, zo, graaf Olaf komt eraan, oh nee. Dik fik, let op. Duister kracht.
jullie maken hem geen schijn van kans. We moeten onze krachten bundelen. Alleen door samen te werken kunnen we overwinnen. Gebruik jullie elementen. Tom, wat gaan we doen? Bron, joh, bron. Bron in donker. Ja, vorige week was het ook donker, maar dat was rond deze tijd. Ja, zat ik er ook nog niet in, maar wel qua donkerheid. Want het is een kwartier per week of zo dat het eerder donker wordt weer. Dus twee weken geleden is een half uur. Ongeveer een half uur wachten was toen. Dus ja, dat was ook ongeveer deze donkerheid. Nou gaan we dus, ja, anders andere tijd doen, jongen. We redden 40 minuten, daar redden we sowieso makkelijk. Of dat ze hem nou snel nog dichtgooien. Oeh, yes, we kunnen erin, jongens. Hoppakee. Voorin of wat? Nee. Jawel, wel. Dat is in het donker, dat is koude ziek. Nou jongens, zoals je kan zien, we zijn te laat voor Aquanura. Maar dat is ook al te zien, want daar zien we alleen maar lichtstralen omhoog. Allemaal van die lampjes, allemaal gekke zooi. Ja, we zien het allemaal. Kijk, zoals je kan zien, daar bovenop die wolken, daar ook. Ja, hij gaat weer knipperen. Kijk daar. Ik weet niet of dat de helder is of wat dan ook. Ja, het ziet er gewoon best wel ziek uit. Kijk, nou is je weer uit. Ja, we gaan erin, jongens. Let's go. Doen. Efteling by night. Ja, wij vinden het wel een goed idee, dus even we gaan terug dat doen. Het park in. Even terug het park in. Het is, hoe laat is het nou? 10:01. 10:01, maat. Tjus. Wij hadden echt geluk, jongen. Toen wij zo terugkwamen van de bron, je zag het al een stukje, de hele wachtrij was leeggetrokken. Dus al die mensen, jongen, die zaten allemaal voor niks in de wachtrij. Dus hebben ze gewoon heel Aquanura gemist voor niks. Echt kut. Tjus, weet je hoe fucking ziek dit is? Heel die baan van de... Van de Joris en Draak, die zijn helemaal vol met van die lampjesgangen, jongen. Echt ziek. Nou, we gaan even verder. Oh, een doosje. Een tonnetje met niks erin. Dus ja, tot zo. Efteling medewerkers, jongens. Hij heeft niks gezegd. Dus we gaan gewoon doorlopen. Nou mensen, deze kerel staat ook nog te schreeuwen. What the fuck? Er zijn hier ook nog steeds mensen, dus we mogen hier nog komen waarschijnlijk. De Python is wel mooi, man. Een Efteling medewerker heeft tegen hun gezegd dat ze naar de ingang moesten lopen of zo. Ik zou niet weten welke medewerker. Ik ook niet, maar we gaan wel gewoon met hun even mee en dan slaan we weer een padje in of zo. Zo, 11:17. Dus wij gaan... Hierin. Ja, we zijn nog niet gewaarschuwd, zeggen we. Dat is ook helemaal niet, maar ja, we zien wel.
Nou jongens, we zijn al bij de traptreintjes. Er reed net iemand op de fiets van de EHBO. Ja, die zei helemaal niks. Die reed gewoon fucking hard voorbij. Ja, daarvoor lopen ook nog twee mensen, dus we horen gewoon bij hun. Wij dachten dat hun wel wisten waar de uitgang was, zeggen we gewoon. Doe gewoon of dat we dom zijn. Moet je altijd doen in dit soort situaties, dus dat is mooi. Nou jongens, we lopen al hier. Hoe laat is het dan? Wacht, ik kijk wel even. Zo laat, 23 over 12. Mooi man. Hallo! Hallo! Yo, je fucking goed jongen, dat ding. Ga via het Sprookjesbos als je nog open is. Oké, mensen, Tom, waar zijn we? Sprookjesbos. Mooi man, gaan we even foto's maken. Ik weet niet of dat je het kan zien. Dus het niet assenpoester, met die honders, ja, slaapt door de roosjes. Gaan we naar boven of wat? Gaan we rechts dadelijk zo'n gang? Nou jongens, 12:30. Sprookjesbos nog steeds. Steeds daar door een roosje. Ik ga nou naar de kabouters. Oké, we gaan kijken of dat de pompiedompiedompoort het nog doet. Doe eens. Kut, hij is uit man. Godverdomme. Water stroomt al niet eens meer hier. Het is echt dood hier jongen. Yo mensen, lang nek. Ja, lang nek. Nou jongens, bij Roodkapje weer. Kijk, hier staat zo'n bord van Pinocchio. Ik heb geen idee of dat je het allemaal kan zien. Ja, de lampjes natuurlijk wel. Maar ik weet niet of dat licht goed valt en zo. Dus ik hoop dat je het goed kan zien, man. Ja, mensen, daarachter is iemand jarig zo te horen. Zij lang zelfs het leven aan het zingen. Tom heeft een beetje haast. Ja, hij denkt dat de fietsstalling dicht gaat. Maar dat is het natuurlijk niet. Of eigenlijk, dat weten we niet. Dus ja... We zien wel. Pinocchio jongens. Pinocchio! Ga dat ding eens testen. Waarschijnlijk doet hij het gewoon echt gewoon totaal niet meer. Nee, die is gewoon echt dood dit. Nou jongens, vanaf dit punt gaan we echt weg. Ja, we checken jullie op de fiets. Of nog eerder. Nou mensen, we gaan toch nog even nog niet weg. Ja, we gaan nog even hier zo even een beetje kijken zo. Daarna gaan we misschien naar de uitgang. Misschien niet, we zien het wel. Mooie foto. Nou jongens, we gaan er vandoor. Tom moet kei nodig zijn. Ja, is goed jongen. Ik ben wel met jou, want mijn batterij is bijna leeg. Yo, felle flits. Yo, felle flits, gek. Nou, ik nog een foto. Mooi man. Is hij niet bewogen, Tom? Ja? Is hij bewogen of wat? Ja. Ah, mooi dan. Tom gaat daar pissen. Ik zei hier is ook een wc, maar hij wou daar niet, maar hij gaat er toch heen omdat hij zo nodig moet. Nou mensen. Ja, we gaan eruit. Het is 8:08. Tjus, alle auto's zijn al weg bijna jongens. Er staan nog maar een paar. Let op hè, let op. Kunnen we het kan zien? Oh, bijna allemaal weg hè. Nou mensen, we rijden nu K7 in. Hier zo naast is de parkeerplaats van de Efteling. Het is 12:45, dus we gaan nog even kijken of dat de Mac open is. Nou mensen, waar we nou weer zijn beland jongen. We rijden dus richting de Mac op zo'n weg. Er is ineens gekke verkeershinder. En hier ligt niet eens bestrating, dus gewoon zo'n zandpad gewoon op de hoofdstraat. Daar zo is gewoon, zijn ze rotonde aan het bouwen of zo, geen idee. Maar kijk, je kan het wel zien. Dat is de hele tijd van dit en allemaal kutstenen, godverteringzooi. Nou, is gewoon niet te fietsen dit. En zo rij je al best wel lang. Nou mensen, Tom heeft al zijn band lek gereden. Dus dat is dus de kutpad. We zitten nou weer gewoon op fietspad. Chill asfalt, helemaal nieuw aangelegd. Weet ik veel wanneer, best wel lang geleden al. En we gaan naar de Mac. We zien hem al bijna. Ja, ik zie de M al. We gaan erheen. Brand nog licht, dus ik hoop dat die open is. Wat zeg je Tom? Oké, dat wordt met de fiets dus door de McDrive. Dat wordt nog leuk. Oké, we gaan. McDrive jongens. Mooi. Hier zo'n gekke poort. Kan je hier bestellen? Ja, we mogen kiezen. Tom, staan we dan hè, bij de McDrive.